We waren er bijna geweest. Want we liepen net weer eens terug van de ingang met de kinderen en dit wientje naar Bedram. Toen we oog in oog met de... Hoe heet ze? De Nauta, Suffert. Nymf Nauta. Precies, ja. Oog in oog met die nymf stond. We zaten zo te zeggen bijna op haar lip. Arnoud holde meteen weg. Dus ik moest wel achteraan, anders had hij... Nee, net toen zagen we die elf weer, weet je wel? Die elf, die zagen... Hou jij je mond nou eens, jong. Die malende elf, toch? Schepel. Dit is Barendstip. Ik loop die suffe kinderen weer eens te zoeken. Bertram is binnen weer eens op zijn eentje bezig. Die Dwientje en ambtenaar Ochterop staan het gat te bekijken dat ik even heb ontdekt. De maan schijnt door naar binnen. Maar buiten is het klaarlichte dag. Een rommelboel is het. Barre ellende. Slecht georganiseerd. Die twee veeën wachten maar in de pompoen. Piepklein en snurkend. Dit is de nog lang niet afgelopen serie. Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Met in de hoofdrollen Rob de Nijs als Bertram Bierenbroodspot, Loekie Knol als Lidwientje Walg, Ab Hofstee als Hildebrand Brom, Martin Brozius als Arnoud Koffij en het kinderkoor Henk van der Velde als de kinderen van Hamelen. Bertram? Hildebrand! Hildebrand! Ja, u moet iets waar lopen, maar dat daar maar uit. Hierheen! U brengt ons wel met de veiligheid, hè? Veilig, ja! Zee, is dat de uitgang? Hé, het is een krijttekentje. Wie mag het teken? Wie kent het teken niet? Ah, voor het teken, ken jij het teken? Wat? Nou, dit is een krijttekentje met een rondje en een kruisje. Iets wat je zomaar op een muur krabbelt. Wie krabbelt? Wie kent Nif? Nif? Ik niet. Wie zet het teken van Nif? Wie zet het teken van Nif? Tja, wilt u nu misschien nog een keer herhalen? Nif? Neem het nou daar. Dit is Bertram Bierenbroodspot. We weten dat u hier bent. En groot. Nymf Nauta. We hebben uw vader nog even gehoord, maar niet gezien. Hij zit in zijn fles. Maar wat voert Schepel met hem uit? Nymf Nauta. Weet u daarvan? Laat hem ons dan zien met onze eigen ogen. We willen u helpen. Nymf Nauta. Maar u kunt toch niet bang voor ons zijn? U bent een nevelreuzin. Nymf Nauta. Ik heb u gehoord, dus ik weet dat u hier bent. Bent u ijl? Nymf Nauta. Kunt u dan niet eindelijk met ons samenwerken? Dat moet een misverstand zijn. Met die vee en zo. Nevelreus in Nauta. Grote nevelreus in Nauta. Nymf Nauta. Bertram onvindbaar. Baar het nergens. De kinderen weg. Hildebrand en Arnoud onbereikbaar. En u luistert ook al niet. Oh, excuses. Ja, ik mijmerde eventjes bij ons. God, maakt u zich daar vooral geen zorgen over, ambtenaar Ochterop. Er zijn op het ogenblik heel andere dingen die we moeten doen. Ik moet altijd wat denken. Terug moet ik denken. Wel, ik denk liever een beetje vooruit om de waarheid te zeggen. Nee, terug moet ik denken aan die ontschijning. De wat? Ja. Ontschijning? Ja, correct. Ontschijning van Elf Schepel. In de kerker van het Paleis Bamberge gisteravond. Weet u nog wel?
Ontschijnen? Ja, ja, ja. Oh, u bedoelt zijn verdwijning in het maanlicht? Ja, correct, ja. Maanlicht. Ja, 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 correct. Hè. Een bundel ervan viel door het venster van zijn cel en toen verdween hij. En nu hier. Ja, wij raken daar iets. Niet waar? Wel, hè? Zou het iets met elkaar te maken kunnen hebben, denkt u? Dat dunkt mij wel, meneer ja. Welch. Dat dunkt mij alleszins. Ja, mijn gedachten gaan al door, maar bij pam, bij pam. Dat is waarschijnlijk het allereerste en waarschijnlijk ook het allerlaatste dat ik persoonlijk zie. Wat, Antona Ochtrop? Het allereerste wat? Het eerste gat van lief mens dit windje. Het is vast een insnauta. Een heel harde geel. Of zo. Bertram geelt niet zo. Bertram geelt toch nooit? Bertram is een held. Ik kan niet. Neem nauta. Wat doet u dan zo plotseling in die fles? Ik wil natuurlijk niet nieuwsgierig zijn, maar... Steek je neus er niet in. Wat, in uw fles? Oh nee, wees u maar niet bang hoor, dat doe ik niet. Wacht. Wat, wilt u nog wat zeggen? Moet ik u soms eruit halen of zo? Uit de fles? Ha, dat kan je niet, mens. Oh nee, oh, dat wist ik niet, maar als u het zegt... Geflesd is geflesd. Wat wilde u nog zeggen? Ach. Ik had u wat groter verwacht. Ik dacht elk moment een nevelreus in te ontmoeten hier. Waar is Schepel? De knecht van uw vader? Ik heb hem niet ontmoet. Wel even gezien, maar niet waar, gesproken. Waar is papa? Papa? Dat wist u toch? Je plaagt me. Je plaagt me. Haal Schepel, zodat ik hem kan uitschelden. Ik zal de harpspreuk over hem uitspreken, zodat hij een zeeslak wordt met een grijs huis. Dat zal u dan niet makkelijk vallen. U zult een toontje lager moeten zingen tegen de knecht van uw vader. Schepel is toch zijn knecht, nietwaar? Kwaaie knecht. Slechte knecht. Mooi. Laat die harp. Speelt u er vaak op? Het is een windharp. Blijf er toch af, mens. De wind zingt niet voor jou. En niet voor elven. Nee. Ik denk dat u gelijk heeft, Nimfnauta. Het is inderdaad geen aardige elf, die knecht van uw vader. Ik zag hem lopen met een partij lege flessen. Zegt u dat wat, flessen? Hij heeft ze weggezet in een nis. Samen met een volle. En in die volle fles zat uw vader. Meerman Mariman. Wist u dat hij door Schepel in het donker is weggezet? Schepel? Hou hem vast. Flessen. Neem hem zijn vleugels af. Het is een slechte knecht. Spreek de spreuk van Pipijn over hem uit. Schepel. Ik spreek de spreuk van Pipijn over je uit. Rustig, nimf, Nauta. Het heeft een enkele zin om hier lawaai te maken terwijl u even machteloos bent, met of zonder Schepel. Het gaat er nu om dat u begrijpt dat wij uw vijanden niet zijn. Het zijn anderen misschien, maar wij niet. Zij hebben Mariman geflesd. En Troetel en Snoer zijn jouw vrienden. Nee, dat ziet u verkeerd. Troetel die heeft gedacht uw vader een plezier te doen met de moerasmonster in een fles. Nou, uw vader heeft het pakje misschien wat haastig opengemaakt en is daardoor verplaatst verwisseld met het moerasmonster. Waardoor Tromp op dit moment op vrije voet is en uw vader in de fles. Maar wat me nou zo interesseert is, hoe komt u in die fles? Het was toch Schepel die dat gedaan heeft? Of jij, ik ken je wel. Onzin, je zag mezelf daarnet binnenkomen. Schepel heb ik ook niet gezien. Ja, maar wie was er dan om met uw flessen? Alleen de fles. Wat? Alleen een lege fles? Oh nee, niet leeg, mens. Je denkt als een hoen en je praat als een vos. Lampioen zat in die fles, dat weet je best. Wat? Twaalicht lampioen?
Ja, wat is een gat van Nif? Wie is Nif achternaamgetrokken? Een gat van Nif is genaamd naar Nif Nif, de dochter van zeepaard Schuitvlot. Gaat u door, alstublieft. Een gat van Nif is genaamd naar Nif Nif, zeg ik. Die er dus drie geboord heeft, gaten van grote faam, stuk voor stuk. Men nemen het gat Vonkel, dat een mangat is. Dit gat, Antona Ochtrop. Ja, dan is er nog het gat Varnijn, dat een spongat, oftewel een spingat is. En dan zijn hand is van Webber de Wever. En wat is voor de laatste maal een gat van Nif als dit hier, Antona Ochtrop? Kijk, we zoeken nu al een kwartier en niemand te zien. Geen Barend, geen Bertram, geen kinderen. Hildebrand en Arnold zijn hemel weet waar. Nee, bam. Bij Bam, daar word ik toch zo vergramd van, mensen wel. Bij Bam, daar word ik toch zo kwaad van, wanneer men mij in een woordkeus remt of dwingt. Dit gat van Nif is... Dit gat van Nif is misschien een gat van Nif. Of misschien is het ook geen gat van Nif. En dan steekt er wat anders achter en dan weet ik dus niet wat. Maar als het dus wel een gat van Nif is, en ik heb het dus wel, maar misschien heb ik het ook niet wel, en dan is het dus een ander gat dan ik denk. Maar als het dus wel het gat van Nif is, dan is dat, denk ik, denkt ambtenaar Ochtrop Deu, een tijdgat. Een tijdgat? Ik vraag niet van u. Een tijdgat, ga ik herhaal. Een tijdgat, een tijdgat. Wat is een tijdgat, Antona? Het is precies wat ik zeg. Een tijdgat, een gat in de tijd. Maar... Het wordt er niet vroeg. Het wordt er niet... Oh, wat ben ik vergramd. Ja, het is een opening in de tijd. Het is er zo laat als het er is. De tijd staat er stil? Het kan me niet schelen wat er stil staat. Ja, de tijd staat er stil. Wat kun je ermee doen? Gewoon alles. Reizen in witte en ommezins. U bedoelt reizen zonder dat het tijd Ik bedoel wordt? Wat ik bedoel. Geen spreuk komt in mijn armen. Ik zwijg als een bieg. Oh, Antona Ochtrop. Oh, lieve Antona Ochtrop. Kun je dan nog ietsje vertellen? Antona Ochtrop, wat nou? Joehoe. Mijn stiefvader schold me altijd uit, ik wou niet deugen, ik was dom en slecht en lui. Maar ik heb een fabelachtig goed geheugen, ik kan dingen doen tegen heug en heug. En huil ik dikke tranen, moet ik ergens staan in de buurt van een dikke ui. En kijk nou loop ik hier in mijn domme dode eentje en geen bord, geen naam, geen pijl. In iedere hoek kan een nimf op me springen, dus denk ik nu alleen maar aan de leuke dingen. Bijvoorbeeld als ik doorga, dat ik er zomaar voor sta, een bord. Hamelen, 5 mijl. Is u soms een zieke kabouter? Roept er soms een heks om hulp? Kan ik soms een dwerg van dienst zijn? Ik wil gerust een tijd zijn vriend zijn. Kom maar uit uw kleine schulp. Barend slaat de reus tot pulp. Ik ben de prins, ik ben een prins uit uw sprookje. Ik kan knokken als het moet. Ik dop alle bonen van schone prinsessen. Ik wil alle dorst van een meerman wel lessen. Ik heb heel geen hinder van een meerman meer of minder. Ik ben vinnig en vecht voor een voet. Is u soms een vee in penari? Bent u soms een nimf in nood? Wordt met u een loop genomen? Ik ben de laatste hoop voor gnomen. Spoken geeft dan niet de geest. Wees voor Barend niet bevreesd. Ik ben de prins, ik ben de prins uit het sprookje. En bij lange na geen dwerg. Iedere hoek kan een nimf op me springen, dus denk ik nu alleen maar aan de leuke dingen. Bijvoorbeeld als ik doorga, dat ik er zomaar voor sta, een bord. Hamelen, 5 mijl. Uit iedere hoek kan een nimf op me springen, dus denk ik nu alleen maar aan de leuke dingen. Bijvoorbeeld als ik doorga, dat ik er zomaar voor sta, een bord. Hamelen, 5 mijl. Dwalig lampioen. Dwalig lampioen is hier in Ardubal? Maar die zijn we toch tegengekomen op weg naar...
Dwalig Lampioen is toch een moerasgeest, hè? Hij was op weg naar het feest van zijn vriend Tromp. Ah, je kent hem! Je kent hem! Drie adders in je glas, drie apen in je mouw. Je kent Lampioen, ik heb je! Nou, en? Nou, en? Jij kent hem toch ook? Ben jij zijn vriend? Nou, waarom zou ik het dan zijn? Praat, maar ik zit mooi in een fles. Nou, luister goed. Dwalig Lampioen, die zat daar in een fles, hè? Geflesd te wachten. Toen kom jij eraan en... Toen kwam jij eraan en toen is er met jou exact hetzelfde gebeurd als ooit met je vader. Je zag een moerasgeest, klein, in een fles, hè? Hij keek jou aan, uit zijn fles. Oh, en jullie zijn van plaats met elkaar verwisseld. Zeg het niet! Hij vrij, ergens in de grot. En jij... Bah! In de fles. Precies, zo ja, ja, praat maar! Praat maar! Ik geloof je toch niet. Je bent één hals op één grote buik. Welke buik? Die van Tromp. Wel, ja, nou ben ik ook weer het vriendje van Tromp. Jij mag me niet, hè? Schepel, Dwalig Lampioen, Moerasmondse Tromp, allemaal vijanden. En jij geeft iedereen maar de schuld. Die arme veeën en mij. Luister, iemand moet die fles daar zo hebben neergezet dat jij hem zou zien als hij binnenkwam. Ik heb het. Schepel had iets onder een zwarte doek. En hij zei tegen je vader, ik heb een vriend... Voor Nauta. Een vriend. Schepel. Schepel. Slechte knecht. Waar ben je? Schepel. Oh. Ja. Hallo. Ja, dit is wel een hele andere weg, hoor. Ja, ik heb maar nooit zo lang op mijn buik moeten kruipen. Hierheen. Au. Oh, hier. Kijk. Hier liggen de spulletjes van de kinderen. Hierheen, maar nee. Hij zegt dat hij een kortere weg kent. Ja, maar dit is echt de plek waar Litwientje en de kinderen... Ja, maar het lijkt allemaal op elkaar, jongen. Ze zijn er toch niet? Nee, het is waar. Kom, gauw nou. Ja, kom. Terug. Stap. Oh, we gaan naar het gat. Gat? Ja. Licht. Er is iemand aan de andere kant van die rotswand. Ja, maar het is geen licht dat van een lantaarn komt. Wacht jullie hier. Wat ga je doen? Blijf hier. Wat doet hij nou, meneer Schepel? Zwijg! Hier staan. U zit de kortste weg. Ik geloof niet dat we verder hoeven te zoeken, Hildebrand. De kinderen zaten hiernaast bij de ingang en dit is... Ik ben niet. De maan kust mij. Wat gebeurt er? Wat is het? Is het nimf Nauta? Als ik je zeg wie daar zit, geloof je het vast niet. Ja? En waar was je? Heb je meer met Marie Manuk? En waar is Nim Flauta? Ho, alsjeblieft, dat is niet zo jellig tegelijk. Wat kon je hier doen? Waar zijn de kinderen? Albert, Witberg. En ik ben bijzonder vergramd. Ach, ambtenaar Ochtrop. Oh, Bertram, zijn de kinderen dan ook niet bij jou? Nee? Ik wist het wel, ambtenaar Ochtrop. We hadden niet zo lang over dat gat moeten praten, dat is het. Ja, maar ik begrijp het niet helemaal. Zijn ze dan binnen? Ik had toch zo gezegd dat ze buiten moesten blijven? Ik weet het wel, Bertram. We stonden allemaal bij het gat van Nif, ambtenaar Ochtrop, Barend en Barend. Waar is Barend? Ja, die is de kinderen achterna. Dat is onze laatste hoop. En Arnoud en Hildebrand? Ook niet bij jou? Wat vind je, wat moeten we nou? Mim Knauta zit in een fles. Wat? Bij Bam. En Mimma Manningman is opgesloten in een kluis door Schepel. En ik weet niet wat hier nog meer in die duister rondzwalkt, hoor. Lampioen? Die? Is die daar? Geen pas! Feest is feest! Lieve Tromp, de koning van de plomp! En ik kan je wel vertellen, hij betaalt de bellen! Lieve Tromp, de koning van de... You! Hou je adem in en... Ben jij daar? Schepel? Terug?
met volle flessen uit het moeras. Mijn fles is vol. Ik ben klaar. Joehoe. Is daar iemand? En ik kan je wel vertellen wie de blub in zinkt blaast de dikke bellen. De kinderen. Die kan toch. Moment. Dat is de echo en dat kan misleidend zijn. Moment, ik volg u. Ik geloof dat je verkeerd hebt. Ik dacht die kant op, maar ga jij maar die kant op. Dan ga ik zo. Bettientje, kom eens gauw. Kleintekens van de kinderen. Hier. Oh, die arme dieren, ze zijn ergens bang voor. Dovia? Fokke? Hier ben ik, Barend. Waar zijn jullie? Barend? Ik hoorde Barend. Van die kant van. Correct. Oh. Bertram, we hebben hem ook gezien. Je raakt nooit weer. Dat weet ik. 12 lampioen, hè? Ja, hij, hè? Vooruit, ondanks de regels, we moeten zo snel mogelijk naar de uitgang. Nou, weet ik hem. Hey, volg mijn krijteken. Dat is niet nodig, want dat weet ik vanaf hier wel. Zijn jullie er allemaal? Ja, hier zijn ze. Jongens, wat was ik ongerust, hè? Oh, wat fijn. Nu, Arnett en Hildebrand ook, hè? Die heb ik gezien. Bah, mooi. Ja. Nou, mooi. Weet je met wie ze waren? Met wie ze waren? Maar was er dan nog iemand bij? Ja, die, dat rare mannetje. Die elf. Schepel natuurlijk weer. Die elf? Bertram, jij zei dat Schepel... Ja, welke kant zijn ze op? Vlug. Nou, de snelste weg naar de uitgang hadden ze het over. Ik hield me gedijs in de schaduw, want ik wou het wel even bekijken. De uitgang dus, hè? Dat is onze enigste hoop. Jongens, kom op, vlug. Okay. Nee, stop. Dan hadden ze toch tegen moeten komen. Oh ja, hij sprak ook nog over dat teken. Nif. Nif? Bij Bam. Bertram! Nif. Het gat? Een tijdgat. Gat van Lif. Nif was een vooraanstaand nimf en ze hoorde de tijd 3 gaten. Antena Ochtrop, alsjeblieft, nu niet alles weer. Antena Ochtrop, voor u verder gaat, want het interesseert ons natuurlijk allemaal buitenmate. Ja. Als Elf Schepel dus door dat gat verdwenen is met Arnett en Hildebrand, dan kunnen wij dat misschien toch ook? Ja, correct. Ja, zeker wel. Maar waarom zegt u dat dan meteen? Het zal niet lukken. Lukken? Hoezo niet? Wie het teken niet kent, die heeft de sleutel niet. Wacht eens even, we kunnen wel onder de tijd gaan staan, maar we moeten er iets bij doen. Ja, iets beschrijven. Klopt dat? Correct. En u heeft geen idee welk teken dat is, hoe het... Correct, bij Bam, ja, wist ik het waar. Bedoel, ik sta machteloos. Misschien kan ik helpen. Want jij, Bart? Ja, eigenlijk zij. Zij kan het maken. Nou ja. Het teken van Nip? Jorgje? Ja, per ongeluk. Zeg, zij kent het. Zeg maar als je krijtje. Vaarwel, nimfnoten. We nemen uw vader mee terug, dat beloof u. En we halen u en uw vader uit uw flessen, koste wat kost. Bij Bam, ze gaan door het gat van Nif. Papa is geflasht. En ik ben ook geflasht. En geflasht is geflasht. Op een dag zal alles duister worden. En dit is de dag. Ach, we zullen nog wel eens zien, nimfnota. Ja, correct, ja. Ik zou u weinig hoop geven. Waren het niet... Nee, waren het niet dat dit mensen zijn... en mensen hebben een eigenaardige logica... bij hen is alles mogelijk. Vreemde macht, ja. Correct. Ik vermoed trouwens dat Schepel op dit moment... niet meer in de grot van Ardubal is... maar in het moeras van Moerasmonster Tromp. Ja, met Arnoud en Hildebrand. 2 vrienden van ons die misschien ook wel geflasht zijn...
Schepel wil ons allemaal op dezelfde manier zien kwijtraken. Flessen? Mm-hmm. Bij Bam, wat een slecht dienaar, hè? Malende elfen. Vroeg of laat worden ze allemaal hetzelfde. Ze verkopen u voor een handvol graan op hun molen, ja. Ik vermoed, hè. Ik vermoed dat Schepel onder één hoedje speelt met Moeras Monster Tromp. Ah, ja? Ja. Hij heeft aan hem gevraagd om hem een dwalig lampioen mee te geven en andere geesten in flessen. Het is een heel brutaal plan. Ze laten ze gewoon allemaal vrolijk flessen. En dan komt Elf Schepel terug hierheen met al die flessen, vol met moerasgeesten en zorgt dat wij ze zien. Ja. En bij Bam en ieder die een fles bezit met een geest van kwaad gast. Die verwisselt met hem van plaats. Schepel is door dat ongeluk met zijn meester op een idee gekomen. En Moeras Monster Tromp, dat is een kwaai gifbuil. Dat heeft u net zelf gezegd, dus u doet vrolijk mee. Ja, en wij gaan naar zulke wezens misschien wel toe en zoeken ze op. Ja. Nymph Nauta, hoofd omhoog hoor. Ik blijf bij u. Waar gaan jullie naartoe, mens? Weg. Naar het gat. Door het gat van Nif, Nymph Nauta. Achter Elf Schepel aan. Vliegende vissen op je weg. En de zon op het water. Zij wenst u behouden vaart. Ja. Oh. Dank u wel. Zo, zijn er allemaal? Nou, Jochemtje maakt het teken maar, zoals Barentje gezegd heeft. Op de grond, ik sta helemaal klem. Nee, natuurlijk niet in de lucht met je hand, richting maan. Ik ben Nif, de maankuster. Wat zegt u? Dat riep die kwaadaardige elf in zijn cel. En dat zal de spreuk zijn. En mensen Jochem weet het teken. Nou, goed. Nou, allemaal tegelijk dan maar, hè, want iedereen moet mee. Ambtenaar Ochterop, gegroet. Gegroet. Mocht ik toch mee? Mocht ik toch? Nee, u moet echt bij Nymph Nauta blijven. En met dwaallicht lampioen is gelukkig kippig. Die kunt u best ontlopen als Rijksveiligheidsdienaar. Ja. Nou, dag, ambtenaar Ochterop. Past u goed op de pompoen? Ja. Oké. Okay. Nou, jongens, vooruit. De spreuk. 1, 2, 3. Ik ben Nif, de maan kust mij. Nou, vooruit, Jochemke, teken. Een gewoon rondje met een kruisje erin, hoor. Ja, maak het dan. Met mijn krijtje? Ja, voor mij kwart, maar maak het. Ik heb ook wel eens alleen een kruisje gezet, wat er bij. Nee, dat cirkeltje met het kruisje erin. Sukkel, dat is nou zo vaak gezegd. Ik ben Nif, de maan kust mij. Het teken van Nif. Oh, zij vliegen. Wat gebeurt er allemaal om ons heen, Bertram? Tijd. Ik zou er maar niet op letten als ik jou tijd? Was. Tijd? Ja. Het knippert. Het gaat allemaal zo vlug. Ik heb het idee dat alles tegelijk gebeurt of zo. Alles? Je bedoelt alle ogenblikken van de wereld? De tijd vliegt. Tja. Jammer dat we niets kunnen zien van de toekomst. Mm-hmm. Konden we voorspellen. Nou, ik vind dat dit reisje nog knap lang duurt voor een tijdreisje dat geen tijd zou kosten. Al minstens 20 seconden. Ja, maar het kan zijn dat het alleen voor ons zo lijkt, hoor. Ja. Als we aankomen is het misschien wel even laat als toen we vertrokken. Ja. Er zullen wel geen torenklokken zijn in het noorden. Nee, dat denk ik ook niet. Ja, gisteren zaten we nog gewoon op een bruiloft. Nou ja, gewoon. En nog langer geleden woonden we allemaal nog in Hamelen. Daar gebeurt nooit iets geks. Tijd vliegt. Ik had mijn poppen op de plank gelegd. Ik had mijn opa goeienacht gezegd. Mijn moeder kwam die het venster sloot. Mijn nachtboom werd te klein, ze zei wat word je groot. Ik zei ik kan de wijzers van de toren zien. Als ik op mijn tenen sta zie ik de 10. En laat de deur maar niet openstaan. Ik kan voortaan gerust alleen naar boven gaan. Ik ruik de bomen op het stille plein, de maan een schijf, ik in het raamkozijn. Het rauwe lachen in een verre kroeg en alle dingen die ik stiekem aan de sterren vroeg.